Dit is zo'n indrukwekkend gevoel. Kijk, je bent toch 3 jaar bezig. Je hebt al die stadions heb je gezien in Europa. En je hebt geprobeerd de beste dingen eruit te pikken. Het moest ook nog financieel haalbaar zijn. En als het dan zo gaat, is het niet eens een trots gevoel, maar een heel tevreden gevoel. Het gevoel dat het nou erop staat. Na het seizoen, als het seizoen is afgelopen, dan willen we echt beginnen aan de andere kant met de rest van het stadion. Nou, als je hier staat en je voelt dit, je zult hier maar een corner moeten nemen met dit achter je. Nou, dat gevoel willen we wel graag op nog een paar hoeken meer hebben. Angstig trouwens, die stoeltjes, als je bedenkt dat we nog een paar dagen hebben. Dat die stoeltjes erin moeten. Maar ja, goed, gelukkig hebben we alle supporters. Gisteren melden zich zo 200-300 supporters aan. Die zeiden, nou ja, als jullie niet klaar, als jullie het niet rondkrijgen, dan komen wij vrijwillig helpen met de stoeltjes. Eindelijk krijgen supporters de plek die ze verdienen. Maar vorig jaar om deze tijd toen zaten we hier nog in het stadion met 13.250 toeschouwers. Nu gaan we dit jaar naar 24.500 en dan gaan we met z'n allen op weg. Hopelijk volgend jaar met de bouw naar een stadion van 34.000 mensen. En dan moeten we de laatste stap maken, 2018, naar de WK. En daar zullen we iedereen nodig voor hebben. Maar het zou geweldig zijn als hier de wedstrijd Argentinië-Brazilië zou zijn. Hier in Enschede in Twente. Nou ja, als dat lukt, is onze missie geslaagd.